Kijk dat gas, man. Oh, ik ben poisoned. Oh, auw. Doet dat pijn? Dit is gewoon desert. Dit is gewoon desert, joh. Ze hebben Scorched Earth weer verwerkt, jongens. We springen gewoon. We doen het. Oké, spring. En... yo, kijk dan! Yo, wat is dit vet? Hey mensen van mijn kanaal, wat vet dat jullie kijken naar een gloednieuwe video voor Ark Aberration. Daar zijn we weer hoor. Wat is dit toch een mooie, wondere wereld, jongens. Ik vind het echt prachtig hier. Ik heb het nou al naar mijn zin, hè. Na 4 afleveringen, ik wil hier nu al gewoon vast wonen. Ik vind het veel leuker dan Ark Ragnarok. Nee, ik ben serieus best wel benieuwd. Wat vind je leuker, Ark Ragnarok of Ark Aberration? Laat het even weten. We gaan gewoon meteen weer beginnen, jongens. En we hebben ten eerste even iets besproken onderling. En dan heb ik het over iedereen die in deze server zit. Namelijk Joost, Link, Don en Rudy. Meer mensen zitten hier namelijk niet op. En we hebben met z'n allen besloten dat we de grappling hook niet erin gaan doen nu. Dus die moeten we allemaal gaan dumpen. En dat is namelijk omdat het niet echt past in Aberration. Want je hebt volgens mij climbing picks heb je. Hoe heet dat? Climbing picks? Die heb ik nog niet eens geengramd. Die ga ik ook meteen even... ja, deze dingen. Climbing pick. Kijk, en die is daar perfect voor gemaakt. En je hebt bijvoorbeeld ook gliders en dergelijke. Kijk, een glider suit. Die kan ik ook gaan bouwen. En dit soort dingetjes moet ik allemaal gaan fixen. Een reusable grappling hook is best wel OP en past dus niet echt in deze server. Dus die ga ik dumpen. Die mogen we niet gebruiken. Misschien later wel. Maar we hebben nu met z'n allen afgesproken dat dat nu niet mag. Ik ben trouwens ook level up, dus wat ga ik even uppen? Ja, ik denk gewoon helft, want mijn weight... oh nee, weight moet wel even 400, hè. Ja, die gaat even 400 worden. Level 66 al, jongens. Dit gaat echt super lekker. We gaan vandaag meteen met iets leuks beginnen. Oh, ik heb nog steeds een grappling hook. Huh? Even kijken, ik gooi de arrows op, zo. En dan gaat deze weg. Zo, die moet weg. Bam. Grappling hooks gedumpt, toppie. Jongens, ik ben helemaal klaar met mijn plekje op deze wereld. Want ik heb hier gewoon geen metal in de buurt. Ik heb van die stinkstenen. En als je daar 10 minuten op zit te hakken, heb je misschien 10 metal. Dus dat is echt verschrikkelijk irritant. We gaan op zoek naar echt metal, jongens. Dat gaan we vandaag doen. Echt goede metalstenen. Oh, er komt ook een aardbeving, hoor. Tjong, jongens. Wat een gezeur. Oké, die pulse drop ik ook allemaal even. Ik heb best wel veel troep bij me. Hey, Boobdog. Hey, hoe is het, jongens? 6 levels omhoog. Lekker, jongen. Hoppakee. Nou, die gaan we ook even oppakken, jongens. Toppie. Heb ik nog metal over trouwens? Ja, ik heb nog 4 metal. Hey, misschien kan ik wel een pickaxe maken, jongens. Ja, dat kan misschien wel. Metal. Ja, kijk eens aan. Metal hatchet en metal pickaxe. Die heb ik blijkbaar allemaal geengramd. Weapons. Ja, natuurlijk. Melee. Yeah, ik kan hem gewoon bouwen, jongens. Dat gaan we sowieso doen. Want als ik met een metal pick op een metal steen ga, krijg ik natuurlijk veel meer. En dat gaat ook natuurlijk veel sneller. Dus ja, dat is best wel lit. Wat heeft de aardbeving allemaal gedropt? Even koekeloer, hoor. Oh, een grappling hook. Nee, grapje. Even kijken, wat ligt hier allemaal? Ook allemaal gems en dergelijke. En obsidian. Oké, mijn roll red kan ik dus nog niet gebruiken. Dat is best wel zonde, omdat ik dat zadel dus nog niet heb. Raaf, kom even naar beneden, pik. Yo, toppie, dankjewel, hè. We gaan het vandaag lekker op Raaf doen. Hoeveel weight heeft hij trouwens? Ja, hij heeft best wel veel. Zo, die heeft echt superveel. Dat had ik echt niet verwacht. Maar ik geef ze health up, jongens, want die moet echt lekker hoog zijn. Mijn Perazer. Even kijken of die ook levels omhoog is. Jouw 4. Hoppakee, die mag ook wel even wat sneller lopen. Vind ik wel belangrijk. Hé, hey, nog een bulldog. Yo, man. Hoppakee. Lekker hoor. Oké, Raaf, let's go. We gaan ervoor. Ik ga nu eigenlijk terug naar het makkelijke gedeelte. En je zou zeggen dat het daar juist niet zou zijn. Maar volgens mij zit hier wel ergens beneden metal steen hoor. Ik denk het eigenlijk wel. Dus we gaan helemaal even naar beneden lopen. En ik denk een beetje waar Joost zit. En wat Don zit. Die zitten daar namelijk ook. En dan gaan we daar even kijken of daar metal stenen zitten. Kom, we gaan nu zo naar beneden. Ja, nice. Er waren ook al mensen die zeiden van jou, Harm, misschien is het handig om binnenkort te gaan verhuizen. Ik denk ook dat dat best wel handig is, inderdaad. Want we mogen nu dus niet meer die grappling hook gebruiken. En ik zit dan best wel op een rotgebied, want ik kan vet moeilijk water en zo fixen. En dus dat zou ik wel wat beter willen fixen. Oké, okay, we zijn beneden. Raaf is ook wel level up. Helemaal toppie. Ik geef mijn waterzakjes bij. Oh, oh, Spino. Oh. Yo, oké. Okay. Spino zijn dus best wel passief, hebben we de vorige keer gezien. Die moet echt heel dichtbij zijn voordat ze je pas aanvallen. Maar die kreeft daarentegen is volgens mij wel een beestje die best wel snel je aanvalt. Die Carquinhos, ik wil er niet mee in aanraking komen. We gaan niet gauw weg, jongens. Op de hoop, op de hoop. Oké, okay. Ik hou gewoon voor risico's in mijn leven. En die Carquinhos, valt hij me aan, valt hij me aan? Ja, ja, hij valt me aan, hè? Oh, wow, kijk dan, yo! Helemaal lijp dat beest. Zo, man. Oké, we lopen gewoon lekker door, jongens. Oh, wat staat hier? Dit is een kist. Even kijken of dat beest komt, hoor. Voor Rappie van de lieve hyena. Oké, ja, dit is allemaal... we zijn allemaal aan het onderhandelen al meteen, hè? Kijk, hier woont Don dus. Ja, misschien zijn hier wel metalstenen, want ik heb hier de vorige keer dus totaal niet opgelet. Oké, wel allemaal green gems hier. Het is best wel nice. Maar ik kom hier voor metal, jongens. Yo, check die bulbdog. Kijk wat hij op zich heeft. Dat is van een kerstupdate. Oh, dat vind ik super grappig. Een mooi mutsie heeft hij op, hoor. Geweldig. Ja, die kerstupdate is hier natuurlijk ook in doorgevoerd. Dus je ziet bijvoorbeeld die Parazer. Geniaal ziet die eruit. Echt gewoon beautiful. Vol. Ik ga ook even honing fixen, jongens. Ik weet niet waarom. Ik wil het gewoon hebben. Oké, okay, ik ga een beetje dood, maar dat maakt me helemaal niet uit. Lekker wat honing. Oké, okay, hier zit ook honing. Dat ga ik ook gewoon fixen. Boeien. Hoppakee, dankjewel. Oké, okay, ik ben nu hier op de map. Ja, ik ga gewoon denk ik hier een beetje zoeken, jongens. Ik heb geen flauw idee waar het zou kunnen zitten. Misschien hier wel naar beneden, want hier ben ik ook nog nooit geweest. Ik ga even naar beneden lopen. Ik moet nog zoveel ontdekken, jongens. Dat is echt niet normaal. Ik heb bijvoorbeeld het Ant Beast of zo. Of een soort van Griffin van Aberration. Dat is namelijk de Rock Drake. Heb ik ook nog niet gezien. Yo, ik weet het echt niet, man. Ik wil weten wat het is. Oké, okay, wat staat erbij? Charged.
You are within the effects of a charge radius protecting you from the nameless. Oh, ik word beschermd door dit ding, denk ik dan, of niet? Als ik hier wegga, als ik hier namelijk wegga, gaat het weg inderdaad. Oké, die plant die helpt mij dus. Oké, hier zit dus blijkbaar nameless. Ik gooi nu even dit ding even aan dan. Gooi hem gewoon lekker aan, hoppakee. Dan heb ik ook tenminste wat leuk licht, dat is wel geinig. Yo, wat zie ik deze zebra dan. Mooi leuke echo's hoor. Ziet er goed uit, pik. Maar we moeten focussen op de metal, jongens. City metal. Nee, dat is allemaal geen metal, hè. Nope, nope. Zo, we gaan wel echt naar een compleet nieuwe wereld, heb ik het gevoel, hoor. Waar gaat dit heen? Ik heb ook het gevoel dat die overal nameless zit. Maar die komt nu natuurlijk niet naar me toe, omdat ik die boobdog heb. Nu ben ik ook charged. Komt dus door die boobdog. We lachen, man. We lachen. Ook een carquinho ziet. Het is hartstikke druk, man. Yo, wat is dit dan weer dan? Wat de heck is dit? Oké, dit wil ik sowieso checken. Wat is dit dan weer? Current charge. Wat kan je hiermee? Element. Oh, je kan element maken. A strange, highly advanced material. Oké, ja, ik weet wat element is. Dat heb je namelijk nodig voor tech spullen. Charge battery, blue gems, congealed gas balls, element ore, green gems. Yo, ik snap hier helemaal niks van. Oké, ja, dat is natuurlijk allemaal endgame materiaal wat we hier hebben. Maar we lachen, man. Daar ben ik nog nooit tegengekomen. Oké, raptor. We moeten even levelen met dit beest, jongens. Dus we gaan even wat killen. Zo, eentje is dood. Nu die andere even. Zo, dat is goed voor Ralph the Ravager natuurlijk, jongens. Dat hij een beetje vecht. Gaat hij lekker levelen. Oké, hier zitten weer green gems. Even kijken waar ik ben nu, hoor. Oké, dus ik kom bij een nieuw gebied nu. Want ik ben er nog nooit geweest. Wat is dit dan weer dan? Oh, explorer note is het. Oh, oké, lachen, man. Geniaal, pik. Een soort van hologrammen is dit. Oké, lachen. Nu krijg ik double XP. Ja, double XP voor 600 seconden. Dat is 5 minuten. Nee, dat is 10 minuten, of niet? Ja, dat is 10 minuten. Oh, yo, krokodil! Is die goed of niet? Ik heb geen idee. Ik ga gewoon weg. Ik ga gewoon meteen weg, boeien. Zo, wat is... Hoe heet dat beest? Een sarco is dit. Een aberrant sarco. Oh, yo, dit schaap ga ik sowieso killen. Die heb ik echt nodig. Ja, dat vlees wil ik. Oh, nee, niet uithakken, niet uithakken. Oeh, ik ging hem bijna uithakken. Dat moet ik natuurlijk even zelf doen. Ja, we gaan natuurlijk voor de mutten, jongens. Ik hak wel even met de pickaxe, misschien krijg ik dan net wat meer. Nou, mutten is wel echt heel relaxed om te hebben natuurlijk. Oh, daar is hij, daar is hij. Yo, oké, ik heb hem net uitgehakt, of niet? Oh nee, dat heeft dat beest gedaan. Oh man, stink Sarko. Kwam even uit het niks, hè. Wat is dit dan weer voor spul? Dit is paars of zo? Wat is dit? Oh, gas veen. Ik ga even opzoeken. Gas. Gas collector. Yo. Ja. Oké, daar heb je red gems voor nodig. Metal heb je daarvoor nodig. Crystal en somatic paste. Ja, we moeten dus gewoon een vet van metal fixen, jongens. Maar ik ga hem vast even engrammen. Want wat kan je met gas? Ik weet het eigenlijk niet eens. Dat het nieuwe olie of zo. Oké, ik weet nu ongeveer wel dus waar deze veen zit. Ja, dan nog steeds het volgende probleem, jongens. Ik heb nog steeds gemetal, hè. Oh, kan. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, die komt naar me toe, hè. Ja, die komt naar me toe. Okay, weet je wat? Ik ga hem gewoon killen. Ik ga hem gewoon killen, jongens. Ik weet niet wat voor level die is. Geen flauw idee. Hij is level 40. Oké, die is prima te killen. Gaan we even doodmaken. Hoppakee. Lekker af de Ravager. Zo doen we dat, jongen. Lekker bezig, pik. Yo, wat gebeurt hier? Yo, een Spino. Die attackt een Diplo. Oké. Ik schrok al, joh. Yo, kijk. Oh, dat zwemt een Sarko. Zien jullie dat onder het water? Oh, yo. Het is best wel eng, want je ziet het bijna niet, hè. Even dit beest weer uppen. Ja, die Sarko zit hieronder, hè. Ja, kijk dan. Daar zit hij, dat stinkbeest. Jongens, jongen. Ja, kom maar lekker, hoor. Ik ben zelf ook wel level up, jongens. Dus gaan we even wait doen. Komt natuurlijk door die double XP. Dat is super relaxed. Oh, hij kan me gewoon attacken van onder, ja. Wat stom. Oké, we gaan doorlopen, jongens. We gaan heel gauw doorlopen. Go, 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 go. Yo, oké, valt hij me aan? Nee, niks valt me aan. Mooi, top, we lopen door. Zo, het is hier echt zo druk hier, jongens. Niet normaal. Maar heb ik al metal gevonden? Nee, hoor. Nog steeds geen metal. Jongens. Waar ben ik überhaupt? Ik heb... Oh, vast maar ga ik weer een beetje terug, jongens. Ik heb het gevoel dat ik een beetje een rondje heb gelopen. Ik wil eigenlijk niet te snel weer terug naar dat blauwe gebied. Want ja, dan kan ik Ralph the Ravager eigenlijk wel gedag zeggen. Die gaat echt vet snel dood dan. Kans zit er dik in dat hij dan gewoon weer dood gaat. Jongen, rode Sarko daar, of niet? Oh, dat is vet. Ha, lachen, man. Oh, nee, Spino, Spino, Spino. Oeh, lopen, 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 lopen. Oeh, doe, 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 doe. Gaan we lopen. We lopen lekker snel door, jongens. Oké, hij zit me niet achterna, dat is mooi. Ja, dit is toch geen metal, zou je zeggen, toch? Nee, is geen metal, nee. Wat heb ik nou weer voor ding? Level wild water decreases faster. Careful, there are high creatures. Oké, door een bepaalde creature... Gaan we water drained. Ik kan het heel moeilijk lezen, omdat ik... Ja, alles is door elkaar heen. Oh, de temperature is hoog. De hoge temperatuur is hier of zo. Oké, ik ga gewoon doorlopen. Dit is toch wel echt een typische plek waar metal zou zitten, zou je zeggen, hè? Maar ja, er is gewoon helemaal niks. Oké, we lopen gewoon lekker door, jongens. Ik weet niet waar ik precies ben. Ja, we gaan vast bij weg terug naar mijn huis. Waar woon ik ook alweer? Vast bij geen idee waar ik precies ben, maar ik ga gewoon echt terug. Al die vissen ga ik ook even attacken. Hoppakee. Maar nog steeds op zoek naar metal. Yo, check deze raptor dan. Oh, er zijn heel veel. Oké. Shit. Nou, Raf, succes. Hoppakee. Zo, toppie. Oh ja, ik kom vast maar weer bij de blauwe wereld, jongens. Heb ik het gevoel. Ja, daarachter is het alweer. Dus hier zou misschien wel metal moeten zitten.
En we zijn nog niet super ver van mijn huis af, heb ik het gevoel. Als ik de map moet geloven. Hier zijn we dus al vaker geweest. Nee, we gaan gewoon lekker doorlopen. Ik denk echt wel dat hier metal moet zitten, hoor. Want hier zit dus als het goed is heel veel. Ik kon ook gewoon even de map opzoeken van de game. Maar ja, gewoon geen zin in. Ik wil het zelf ontdekken, jongens. Ik wil sowieso ook de map namelijk exploren. Ik ben heel erg benieuwd. Hier zouden normaal gesproken nameless creatures komen, volgens mij. Maar ja, nu gelukkig niet, omdat ik die bulbdog bij me heb. Oh ja, deze waterval komt me heel bekend voor, jongens. Oh, weer een explorer note. Very nice. Even kijken, hoor. Nou, top. Dankjewel. Ik krijg weer een boost, jongens. Dikke XP boost. Hier zit ook weer zo'n gasveen. Hij is 5 levels omhoog, jongens. Oké, dat is super chill. Even mijn lay damage. Yes. Movement speed een keertje. 2 keer. En nog even 1 keer health. Hoppa. Ja, even kijken waar het heen gaat, jongens. Want ik wil hier eigenlijk niet naar beneden. Want ja, nou, zoals ik dus al zei, dan ga ik gewoon dood. Had ik nu die grappling hook, maar hey. Ga gewoon terug, jongens. Ik vind het hier echt te spannend. Oké, ik klim hier wel even omhoog een beetje als dat lukt. Oké. Check hier dan. Argentina, yo! Eigenlijk wil ik die temmen, jongens. Maar ik heb die case nog niet. Dus ja, nee, dat is nog lang niet van nu. Oké. Nou, zie ik hier metal? Ik zie hier nergens metal, volgens mij, jongens. Hier is ook gewoon niks zo te zien. En ik heb die climbing picks heb ik dus nog niet gemaakt. Omdat ik daar dus ook metal voor nodig heb. Oké, ik ben nu wel die resource map op internet opzoeken, jongens. En het hele gebied waar ik nu net langs ben gaan is eigenlijk heel erg kaal qua metal. Het is echt bijna helemaal niks. Komt waarschijnlijk ook omdat het easy gebied is. Maar er zit niet superveel in ieder geval. Er zit echt maar een paar spots. Maar ik weet wel een ander plekje waar het kan zitten. Dus daar ga ik nu even heen. Kijk, ik ga nu iets meer naar het noorden en iets meer naar het oosten. Ja, heb ik metal? Ja hoor, hier zit het. Ik heb eentje, ik heb een blokje gevonden hoor. Word ik achterna gezeten? Nee, ik word niet achterna gezeten. Hier zit metal jongens. Oké, hier ben ik best wel blij mee. Deze gaan we in ieder geval even hakken. Yes, eindelijk metal jongens. Oh, wat ben ik hier blij mee zeg. Jongens. Zo, hoppakee. We hebben ook meteen iets van 300 of zo te pakken. Heel erg nice. Lol, nog veel meer zelfs. Kijk dan, bijna 600. Ja. Dikke 600, are you crazy man? Hou op man, 800 uit één steen, bijna 1k uit één zo'n steen. Yo, dit is niet normaal. Oké, nou ik ga er nog meer zoeken jongens, want hier zit ook gewoon letterlijk één. Oh nice, oh nee, dit is een stuk wat van net gebroken is. Wow, kijk dit dan, kijk dat gas man. Oh, ik ben poisoned. Oh, auw. Doet dat pijn? Ja, gasburn. Ja, tuurlijk. Dat doet natuurlijk pijn. Dat kon ik ook wel verwachten. Die kunnen gewoon uitbarsten of zo. Oké, dat is wel lachen. Ik denk als je zo'n ding erop doet, zo'n gas collector, dat die dan niet meer barst. Of tenminste, barst in dat ding. Ik heb geluk gehad dat die gewoon metal zit. Want eigenlijk moet ik nog meer naar de noorden toe. Stond er in ieder geval. En ik heb geen idee hoe ik daar kan komen. Misschien moet ik hier omhoog klimmen, jongens. Even kijken of dit lukt. We hebben gewoon een parcours. Wat is dit nou weer dan? Hoppakee, we springen van hier naar hier. En dan moeten we eigenlijk even hierop komen. Hoppakee, yes. Oh, er zit ook een straal boven. En dan gaan we hierheen. En dan springen we hierop. Oké. Komen best ver. En dan moet ik eigenlijk nu die jump maken. Dat gaan we ook doen. Let's go. Hoppakee. En we zijn er hoor. Ja hoor, even een dropje openen. Oh, kijk eens wat hierin zit. Ja, ja. Ramshackle Ghillie Leggings. Oké. Altijd welkom natuurlijk. Die nemen we mooi mee. Ja, ik denk dat ik het nieuwe gebied ga, jongens. Of niet? Is dit het nieuwe gebied? Oh, charged. Oh, hij gaat nu weer aan. Ja, met bulbdog, of niet? Oké. Wat is dit? Wat is dit voor wand ook? Het is een nieuw gebied. Want het ziet eruit, op de map ziet het eruit als een soort van geel gebied. Beetje desertachtig of zo. En ik zie inderdaad dat hier zand ligt. Wat is dit? Yo! Dit is vet. Dit is gewoon desert. Dit is gewoon desert, jongens. Ze hebben Scorch Urban weer verwerkt, jongens. Ik zie alleen helemaal niks, jongens. Die bulbdog heb ik wel echt even nodig. Zo, hey. Wat als ik mijn gamma normaal doe? Nou, dan zie ik nog meer zelfs als ik mijn gamma normaal doe. Wacht, is dit allemaal metal dit? Zou dit metal zijn? Kunnen we dit hakken? Ja, dit is gewoon metal, joh. Wat? Oké, dit is allemaal metal, of niet? Yo. Oké, laat ik eerst even wat gaan hakken, jongens. En dan... ga eerst even ontdekken. Dan ga ik hakken. Straks ga ik dood of zo. Geen idee. Ik ga eerst even alles ontdekken hier. Ik ben zelf ook wel level up, dus even mijn weight omhoog. Yes. Ik mag de weg niet kwijtraken, jongens. Want straks verdwaal ik hier en het is hier hartstikke donker. En straks komt hier ergens een creature of zo, of een dino of whatever the fuck dan ook. Dit is wel echt een tof gebied hier, hoor, trouwens. Ik heb geen flauw idee waar ik heen kan, maar het is allemaal metal, jongens. Al deze wanden zijn gewoon metal. Kan ik ook zo gigantisch, kan ik dit ook hakken, of niet? Nee, dat kan ik gewoon niet hakken, was ook wel te verwachten. We gaan even hierheen, misschien kan ik hier langs, jongens. Ja, ik denk dat ik hier vast zit, jongens. Ik denk dat dit een kleine ruimte... Oh, ja, kijk, ik moet naar boven met climbing picks waarschijnlijk. Ja, dat dacht ik al. Ja, climbing picks heb ik dus nog niet. Dus laat ik even, ja, laat ik nu even gigantisch van metal gaan vormen. Zoveel als ik kan en dan ga ik gewoon naar huis. Zo, we gaan lekker hakken, jongens. Heerlijk, tot ik helemaal vol zit. Ik zit nu trouwens al bijna vol, though. Ja, ik heb nu ook die double XP en dat is super relaxed. Ik level zo hard nu. Ik ga even checken of ik ook wat in mijn bulbdog kan doen. Dat zou me niks verbazen. Ja, dat kan er gewoon in. Hij zit nu wel bomvol. Maar ik kan hem nog oppakken en dit scheelt mij zelf aardig wat weight. Ik weet niet hoe dat kan, maar dat scheelt altijd weight. Super relaxed. Zo, ik ben wel blij dat ik die bulbdog heb meegenomen, hoor. Echt super chill. Ik gooi hem even af, ja? En ik doe hem even uit. Oké, ik doe hem nu uit.
Oké, hij is nu uit. Komen hier nu nameless creatures? Ik ben echt benieuwd. Ik ga even op een raaf zitten voor de zekerheid. Ik ga even een rondje lopen. Nameless hier. Ergens nameless creatures. Nee, hier zit hij volgens mij niet. Oké, nou duidelijk. Weet ik dat ook weer. Hij is trouwens ook weer level up. Dus ik ga even die charge capacity omhoog gooien. Hoppakee. Oké, hoeveel heb ik zelf nog bij me? Ja, ik heb heel veel steen. Dat neem ik ook gewoon mee. Want die raaf, jongen, die kan zoveel tillen. Kijk, hij heeft dan maar 200 weight. Dat komt omdat alles stackt bij hem of zo. En ik heb nu 2500 en 1800. En zelf heb ik dus niks meer. Ja, en mijn beestje, mijn boomdog, heeft ook nog vet veel. Dus ja, dit is zo belachelijk veel allemaal. Ik stop er nu ook gewoon mee, jongens. Want ik heb echt al genoeg. We kunnen hier binnenkort zo weer heen als we willen. Ah, dat is best wel interessant. Dit had ik nog nooit gezien zo. Wel geinig, man. Geinig, hoor. Oh, is hier nou een drop hier? Wat? Wat is dat? Ik dacht dat het die gas ding is, maar nee, zeker niet. Dit is die drop, hoor. Maar kan ik die al openen? Oh, als ik die niet kan openen, ga ik janken. Oh ja, die kan ik wel openen. Nice. Wat zit hier in? Oh, het is een laser attachment. Ja, dat is echt heel erg matig voor zo'n mooie paarse drop. Zonde. Oké. Ja, laten we weer terug gaan, jongens. Want volgens mij zijn we niet super ver van ons huis af. Dus laten we gaan. Let's go. Oké, jongens. We hebben hier nog een mooie drop. Ja, laten we die even gaan openen. Even koekeloeren, hoor. Letterlijk dezelfde. Are you kidding me? Welke is beter? Even kijken, hoor. Er is een blueprint, by the way. Is ook iets minder goed. Nou, wel geinig dat ik hem heb. Okay, ik moet hier denk ik naar beneden. Dit komt wel weer wat bekender voor. En afspringen. Yes. En door. Let's go. Oh, ik ga even mijn waterzakjes weer bijvullen, jongens. Dat is misschien wel zo handig. Oh, ik zie hier gewoon letterlijk een parel, jongens. Oh, die gaan we meenemen. Die nemen we mee. Dankjewel. Oké. Hier verwacht ik ze dus duidelijk niet. Maar hier zitten ze blijkbaar wel. Super chill. Lachen, hoor. Oh, hier nog meer, jongens. Oh, die ga ik sowieso farmen. Super chill. Lekker, man. Neem al die dingen mooi mee, hoor. We zijn er weer. Ja, daarboven is het, hè. Dat is het. Ja. Toppie. Yo, check die carquinhos daar dan. What the heck? Oké, het is niet eens super ver lopen, dat ene gebied. Maar voor metal is het wel naar, hoor. Als je even gewoon op metal moet en je moet zo ver. Niet echt voordelig. Hoppakee. Raaf is ook wel level up. Oké, zijn health is nu 5k. Heel erg lekker. Ja, ik weet niet precies hoe ik dat snelst boven kan komen. In ieder geval niet via rechts. Want dan heb ik die, die lianen waar je aan kan slingeren, als het ware. Maar je kan natuurlijk niet omhoog slingeren. Daar heb je ook zo'n ding voor nodig. En die heb ik nog niet. Dus we moeten helemaal via die kant, denk ik. Oh, weer een schapie. Die gaan we killen, hoor. Die gaan we killen. Hoppakee. Zo, check al die rap. Dus hier doe even normaal. Oké, dan ga ik keihard langs sprinten, jongens. We gaan het doen. We gaan er doorheen. Raptors. Kom maar, hoor. Kom naar mij, hoor. Ze volgen me allemaal. Die stinkraptors. Jongens. Wat een gezeur. Ja, afleiding. Er worden al 4 afgeleid en dan is er al 1 over. Very nice. Maar wie woont hier dan? Even kijken. Oh, rudimentair. Dit is waarschijnlijk zijn eerste huis, want dit kan je niet malletje. Maar wat heeft hij allemaal binnen hier? Yo. Oké, dit hoef ik allemaal niet. En dit hoef ik allemaal niet. Mortar en pestle. Die kan ik nog niet nakken. Ja, dat bed kan ik ook niet stelen. Maar je kan het demolishen als je wil. Maar ja, boeien. Het mag voor mij lekker blijven staan. Ik maak me niet uit. Ja, en hier zit als het goed is dus ook wat metal. Ik weet niet precies waar, maar het zal hier vast ergens zitten. Yo, ik wil deze roll red. Wat voor level is hij? Hij is maar even 44. Dat is helaas wel echt super low. Daarvoor heb ik natuurlijk die honing, hè. Nou, ik steel gewoon nog wat honing, hoor. Ik vind het prima, joh. Mooi. Weer allemaal raptors. Kom maar, raptors. Kom maar op, hoor. Hoppa. Kom maar door. Yo. Weg. Nee, weg. Oh, nee. Nee, dit wil ik niet. Oké. Alsjeblieft, ga hard lopen. Alsjeblieft, ga even heel hard lopen. Oh, dat beest is snel. Dat beest is hoeren snel. Dat weet ik. Die slang, jongen. Echt. Oh, hij is weg. Hij is afgeleid. Waarom ging mijn bulbok niet piepen? Want dat beest kan ook piepen. Hè, als er gevaar is of zo. Vaak doet hij dat, soms doet hij dat wel bij Ravages, doet hij dat? Oh, daar ben ik blij. Wat was me zitten? Oh, hij zit me niet achterna. Chill, jongens. Ik schrok me dood, man. Stinkslang, kom even uit het niks aanzetten. Deze level 100, joh, die wil ik misschien wel temmen. Nou, nee, alhoewel. Nee, ik hoef zo'n stinkbeest niet, joh. Weet je wat? Ik zet hem gewoon op attack my target. Zo, en ik attack ook gewoon. Raaf, even meehelpen. Zo, die is dood. Toppie. En we zijn weer thuis, jongens. We zijn weer thuis. Zo, lange tocht, maar ik heb heel wat resultaat. Jongens, ik heb kapot veel metal, joh. Niet normaal. Oh, dit beest kan ook gewoon naar binnen lopen. Oké, dat is handig. Dat is super handig. Kijk, dan doen we het lekker makkelijk. Gooi dit hier ook even neer. Is ook wel level up, though. Dus even die charge capacity. Dan pak ik even al die metal. Gooi ik het vast hierin. En dan even koekeloeren. Pak ik ook even dit allemaal eruit. Het is zo belachelijk veel. En dan pleur ik alles erin. Helemaal top.
Eigenlijk moet ik even spark powder fixen. Dat is wel het goedkoopste voor nu. Ja, ik heb super veel flint. Dus we kunnen wel echt wat maken. Zo mooi. Ook steen heb ik ook veel meer nodig. Gelukkig heb ik dat. Nu kunnen we de 100 bouwen. Dat heb ik echt wel nodig voor dit klusje. Oh, niet zoveel trouwens. Ik moet wel even wat steen overhouden. Want ik wil nog wel een refining forge bij hebben. Hoor. Dat is misschien wel handig, denk ik. Ik bouw er nog één. Kan ik er nog één? Yes, ik bouw er nog gewoon twee, jongens. Ik heb het echt nodig. Okay, als we nu toch lekker bezig zijn, ik doe er meteen 4, jongens. Is het meteen goed? Zo, hartstikke mooi. Zo, dit gooi ik erin en ik zet hem gewoon aan. Hoppakeetje. Die gaat dood. Dat was niet de bedoeling. Zo, dit beest ga ik hier neer. En dan moet ik die andere dingen hier ook ergens tussen proppen. Ik weet niet precies waar ik dat wil gaan doen. Hier komt één te staan. Yes. En dan komt ernaast nog eentje. Perfect. Die twee staan. Nu heb ik er nog eentje over. En ja, die gooi ik hier wel even neer. Boeien. Hoppakee. Zo, lekker wat spark powder, jongens. Is zo nice, jongens. Come on. Yeah. Hier gooi ik even 1200 in. Die gaat ook aan. En dan nu de laatste. Die gooi ik ook even aan. Top. Alles staat aan. En nu krijg ik kapot veel metal in no time. Helemaal toppie, jongens. Heerlijk dit. Gewoon een kwestie van tijd. Even wachten. Dan heb ik het. Nu kan ik dit ook. Al die tools kan ik nu ook gewoon droppen. Ik ben nu gewoon rijk. Qua metal ben ik nu gewoon rijk, jongens. Zo, hoppakee. Een hatchet fix ik ook meteen. Nou, een pike ga ik dus echt niet maken. Want zo'n reusable spear is wel veel chiller. Die ga ik trouwens ook even repairen als het lukt. Nou, heb ik flint en wood voor nodig. Ik moet even weer een nieuwe wood fixen, jongens. Dit ding kan ook weg. Ik heb ook een vet veel pelt trouwens. Maar hier heb ik ook nog hout in zitten. Chill. Crystal. Oké, ik moet even een preserving bin moet ik even fixen. Preserving bin, yes. Die ga ik even bouwen. Ja, daar kan ik even mijn vlees in storen en dergelijke. Bijvoorbeeld deze raw mutton, want die wil ik echt wel graag bewaren. Die gooi ik hier neer, zo. En ja, ik maak nog even 100 spark powder erbij. Zo, en die staat er aan, toppie. Het is echt verschrikkelijk heet hier binnen, dat snap ik ook wel. Die ghillie leggings gooi ik wel mooi even aan hoor, het ziet er mooi uit. Kijk dan, mooi broekie. Ja, dan een fabricator. Ik denk dat serieus al de volgende stap is, de fabricator. Hoppakee, die ga ik even engrammen, yes. Wat heb ik daar ook weer voor nodig? Olie heb ik daar voor nodig, spark powder. Dat is easy, metal is easy, crystal is easy. En cementic paste ook wel te doen, dus dat is alleen olie jongens. Ja, olie, waar zit olie? Ja, letterlijk in het gebied waar ik net vandaan kwam, dat soort van desert gedeelte. Daarboven zitten oil rocks, dus daar moet ik eigenlijk even olie. En dan kan ik al meteen de fabricator bouwen, want verder is een fabricator niet super duur. Valt best wel mee. Ondertussen pak ik even alle metal by the way. Zouden we nu misschien nog climbing picks kunnen maken? Oh, daar heb ik echt fungal wood voor nodig. Oké, we gaan even boompjes hakken, jongens. Let's go! Oh, dit gaat zo lekker snel, jongens. Heerlijk. Hoppakee. Ja, fungal wood wegen we echt veel meer dan normaal wood. Kom, kijk. 50, 50, 50. Ja, dat stekt niet echt. Dus het weegt ook gewoon veel meer. Dus ik zit nu al echt bomvol. Ja, ik kan helemaal niet meer lopen. Maar ja, ik zit lekker vol, jongens. Alright. En we zijn weer terug. Al die fungal wood gooi ik hier mooi even in. Ja, voor bepaalde dingen heb je echt specifiek dus fungal wood nodig. En ik vind het best wel irritant, want fungal wood gebruik je ook automatisch voor andere dingen. Terwijl je daar ook gewoon normale wood voor kan gebruiken. Eigenlijk moet ik iets instellen of zo. Dat zou heel chill zijn in ieder geval. Dat je normaal gesproken altijd deze wood pakt. Of het moet er echt niet zijn. Want anders gaat die fungal wood steeds op. En dat is best wel vervelend. Ja, je kan het ook gewoon anders doen. Je kan ook gewoon zeggen van, yo, ik stop gewoon hier 4 stacks in. En die gebruik je alleen als je het echt nodig hebt specifiek. Zo, toppie. Die climbing picks, die kan ik in ieder geval gaan maken. Maak er meteen 2. Ik weet niet waarom. Ik maak er gewoon 2. Boeien. Zo, toppie. Ja, ik wil even kijken hoe goed zo'n ding is, hoor. Ik heb gehoord dat ze heel snel kapot gingen, namelijk. Dus we gaan het even testen. Ja, ziet er goed uit ten eerste. Lekker 2 van die climbing pickies. Oké, ik heb dus geen idee hoe dit werkt, maar we gaan het gewoon proberen. Oh, yo. Kijk dan. Oh, wat? Oh, yo, vet. Kijk dit dan. Dit is wel echt vet, hoor, jongens. Je kan ook echt heel hoog springen, eigenlijk. Hoppakee, dat gaan we even doen. Zo. Oh, yo, dit is vet, jongens. Kijk me hier hangen dan. Oh, nee, niet hakken, jongens. Ja, die dingen gingen inderdaad wel redelijk snel stuk. Maar, ja, hoe moet ik nu naar beneden? Kan ik ze ook loslaten? Laat los. Oké, ja, dan flikker die naar beneden. Oké. Geinig, man. Ja, nu zouden we in principe gewoon terug kunnen om dat olie alsnog te halen. Maar dat gaat wel weer echt een lange reis worden. En ik denk dat ik beter even nu iets anders kan doen. Het heeft niet echt super veel prioriteit. We fixen eerst gewoon andere dingen. Kan ook. Vind ik ook prima. Oh, yo, een crafting station is ook heel chill om nu al te hebben, hè. Maar ik wil binnenkort toch eens verhuizen. Dus ik denk dat ik dat eerder kan doen. En dat ik dan pas zoiets fix. Metal ingot. Even kijken. Ik heb al redelijk veel. Ik zit al op 100 metal. Dat gaat best goed. Oh ja, zo'n glider suit. Dat lijkt me ook heel vet. Daar heb ik wel veel meer blue gems voor nodig. 25 om precies te zijn. En een gas collector. Ja, heb ik die red gems voor nodig. Geen idee wat die zitten. Kan ik daar ook op de map zien. Yo, die zitten alleen maar onderin eigenlijk, hè. Die stenen. Ja, volgens mij droppen roll reds die dingen ook wel. Maar ze zitten echt alleen maar onderin. Ik ben er nog niet eens in de buurt geweest. En dat is echt super moeilijk terrein volgens mij. Dus dat gaat pittig moeilijk worden, hoor. Zo, ik ga ook even dit ding repairen. En dit ding ga ik ook even repairen. Toppie. Oh, lol. Kijk eens wat ik hier heb, jongens. 25 van die mooie gems. Ik kan hem gewoon bouwen, die glider. Dus ga het ook meteen doen. Hoppakee, glider. Let's go. Ik heb ook precies 25. Ja, je hebt ook echt 25 nodig. Oké, ik bouw er gewoon één. Zo'n ding kost wel 60 metal doos. Zo, hé. Hey. Wat? Een wilde ravager. Wat de... Ga eens weg, jongetje. Hé, hey, wat de heck?
Hé, wat? Nee, gaan we die doen. Dan gaan we die doen, vriend. Jij gaat de boel hier niet slopen. Hier. Oh, jongen. Ja, deze ga ik doodmaken. Hij is ook echt een low level, though. Zo, waar komt hij vandaan ineens, joh? Stinkbeest. Ja, wagen te spik. Wagen te spik. Jij gaat dood, hoor. Hoppakee. Level 32. Afgeslacht. Alsof het niks is. Uithakken. Hoppakee. Ik pak nog even wat woed hier uit. Even wat eten fixen, jongens. Ja, ik heb al een glider te pakken. Even kijken, hoor. When it is a chest armor, the glider suit enables sailing through the air by double tapping jump. Oké, volgens mij gaat je suit er wel van stuk. Dus die ga ik even sowieso even weer repairen. Lijkt me sowieso voor alles even handig. Haha, check mijn baat dan, jongens. Geweldig. Look at me, man. Kan ik het repairen? Ja, ik kan het repairen, jongens. Top. En ik ben ook wel level up, dus ik doe even die weight omhoog. Yes, yes. Hoppakee, ik doe het aan. Oké, alles is gerepaired, dus ik gooi hem er gewoon op. Oh, yo, ik heb wings. Oké, ik moet double tap op spatie. Ik wil het gewoon meteen. Wacht, ik pak mijn sowieso mijn Ravager even op. Dat lijkt me heel slim voor dit, want anders kom ik niet meer terug. Ik heb een glider, jongens. Oh, dit is zo dope. Oké, ik sta ook echt mooi bovenop. Oh, ik heb geen water meer. Ga die waterzakjes even zo. Oké, ik weet niet hoe ver ik kom. Misschien riskeer ik nu letterlijk alles. Ik weet het niet, hè. Maar YOLO. Het leven bestaat uit risico's nemen, jongens. En ik wil de overkant halen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. YOLO waterpolo. Ik ga ervoor. Hij kan niet activeren. Oké, ik check er nog één keer. Oh, het is inmiddels trouwens al donker aan het worden. Ja, ik ga het gewoon doen, jongens. Ik heb even gewacht. Ik heb even alles dubbel gecheckt. Maar ik ga het nu gewoon doen, jongens. Ik ga het doen. Dubbel tap is het toch? Oké, we springen gewoon. We doen het. Oké, spring. En... Yo, kijk dan. Yo, wat is dit vet. Kan ik ook omhoog? Nee, natuurlijk kan ik niet omhoog. Oh, yo. Oké, wat als ik hier op wil landen? Ik wil hier even op landen. Oh, dit is vet. Dit is vet. Oké. Gaat dit lukken? Oh, nee. Oh, shit. Oh, dat lukt niet. Hij viel naar beneden, jongens. Ik wil ergens op landen en ik wil verder glijden, maar dat gaat waarschijnlijk niet. Kijk, als je stil komt hangen, dan zak je echt naar beneden. Dus, oh, yo, je kan ook echt omhoog. Als je keihard naar beneden gaat, kijk zo, en dan omhoog, en dan weer omhoog. Yo, je kan echt omhoog, serieus. Een soort van griffin is dit, jongens. Oh, ik moet niet in het water landen. Niet in het water. Yo, dit is zo vet, jongens. Echt waar. Oh, je kan ook echt vet lang in de lucht blijven hangen, hé. Op het boompje. Oké, ik ben op de grond geland, jongens. Oh, raptors. Oké. Hoppakee. Yo. Oké, nu vraag ik me ook af. Is hij stuk gegaan? Ik ga even een stukje lopen, hoor. Wat is dit ding vet, hé. Yo, geweldig. Ah, ik wil het eigenlijk meteen nog een keertje doen, jongens. Oh, daar is die slang weer. Ja, doei. Weg blijven, please. Oké. Die zat er zo aan te komen. Ik had echt verwacht dat die daar weer zat. Ja, en hij zit er nog steeds, hoor. Geweldig. Oh, kijk wat allemaal achterna komt, jongen. Oh, yo. Oh, ze vallen allemaal die roll red aan. Oh, dat is wel zielig, man. Met z'n allen op één. Allemaal van die vechtdino's, die dikke slangen en zo. Oh, geweldig. Ik moet wel steeds weer een stuk omlopen, maar ik vind die glider zo vet, jongens. En vanaf mijn huisje kan het echt perfect, hè. Gewoon echt super chill, die glider. En daarom hebben we dus de grappling hook tot nu toe even verboden. Want ja, je hebt dus die climbing picks, die zijn best wel chill. En je hebt dus die glider. Oh, wacht, ik kon ook gewoon met die climbing picks misschien omhoog komen. Maar goed, jongens, ik ga het nog een keer doen. Ik heb er super veel zin in, nog een keer. Oké, jongens, dan gaan we. Let's go! Yeah, man! Oké, we duiken meteen een beetje naar beneden en weer omhoog. Oh, kan ik daar boven komen? Kijk, ik zit gewoon boven, yo. Wow. Dit is zo vet. Dit is zo vet, jongens. Yeah! Oké, kan ik hier boven komen of niet? Nee, waarschijnlijk niet, hè? Oh, dit is zo dope. Dit is zo vet. Oh, yo. Mooi ding, jongens. Die glider is echt een mooi ding. Hoppakee, gaan we hoor. Oké. Oh, nee. Hij is gebroken. Nee. Are you kidding? Ik kan er niks tegen doen. Oké, ik ben gewoon niet dood. Oh, hij is gewoon letterlijk gebroken. Ik had het nooit door. Oh, wat is nou gebroken dan? Want die glider zelf niet, hè? Nee, ja, dat is gewoon puur het armor. Gewoon in midden in de lucht, hè? Brak hij even. Oké, nou, hopelijk kan ik omhoog klimmen. Dat hoop ik. Ik heb geen idee. We proberen het gewoon. Oké, hier kan ik omhoog lopen weer. Top. Ja, straks breken deze dingen ook. Zou me niks verbazen, hè? Oké, lekker klimmen, jongens. Top. Oké, nu zijn we hier alweer. En nu het moeilijkste stukje. Ja, die dingen breken heel snel inderdaad. Ik merk het. Oké, we zijn er bijna, jongens. Klimmen. Yeah! Oh, dit gaat lekker snel, hé. We zijn bijna boven, volgens mij al. Iets meer naar links hier. Oh, je stemmen gaat ook echt flink naar beneden. Dat is ook best wel logisch, though. En het laatste stukje alweer, jongens. Yes. En we zijn boven. Oh, yo. Hoe gaan we dit doen? Oh, wat doet hij nou? Yo! En we zijn boven. Yes! Helemaal top. Je zou ook een drop. Er zit waarschijnlijk helemaal niks in. Maar ik ga hem toch even checken. Ik ben wel benieuwd. Een verfkwast, een kast en ja, gewoon helemaal niks. Ik neem dit trouwens wel mee. Die motor en pestel. Ja, neem ik ook wel voor de zekerheid mee.
Boeien, ik neem het gewoon lekker mee. En dan was dit alweer de video van vandaag, jongens. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt, natuurlijk. En dan zie ik jullie wel weer de volgende keer. Dus mensen, later.